is helemaal in mijn hand. Wat heb jij met jouw haar gedaan? Dat zie je heel erg. Ik ben zo meteen van de bult. Wat goed. Kijk eens, Lucilla. Ja, die is alweer begonnen. Geslaagd. Oké, nou stop ik echt. Een lekkere banaan. Op zoek naar spinazie. Ik ben er bijna. En dan mag de ander. Hoor je mij? Oh. Hallo, hier is Lucilla. Dat is lekker. Een hele goeie. Morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En het is woensdagochtend. Hallo. Hallo, nu was het daar. En gisteren hebben we Woezel en Pip naar de trimsalon gebracht. En Pip mist een beetje jouw vachtje, hè? Ja. Oh, hier hebben we Woezel. Nee, Woezel ook. Die ziet er altijd heel anders uit als ze van de trimsalon komen. En Pip die is wel helemaal... Weer lekker geknipt dat ze weer kan zien. Dus haar oogjes zijn weer goed te zien. Alleen, ze vindt het lekker in een dekentje te liggen. Pippen, dat op zich is echt een meisje. Mama, lekker warm in een dekentje. Ja, dan kunnen we wel je mooie grauwe oogjes zien. Ja, ach, kijk dat schatje. Kusjes. Je bent zo lief. Kijk, een klein cupje eigenlijk, hè. Past helemaal in mijn hand van haar. Omdat ze natuurlijk nu al die haren niet meer hebben, die grote lange lokken, zijn ze veel kleiner geworden. Tenminste, ze zijn niet kleiner geworden, ze lijken veel kleiner. Kijk, onder die grote haren zit mijn heel klein haar. Heel warm. Ja, leuke dekentje, oh, Pippi. En Woezel, die vindt het allemaal maar lekker, hè, jongen? Ja, je bent je grote lange manen kwijt, kerel. Hé? Je bent je grote lange manen kwijt. Ja, want hier zaten vaak van die manen. Ja, die grote manen. Maar dat maakt Woezel niet zoveel uit, hè, jongen. Nee, je wil je lekker weg hebben om goed te kijken en lekker bloot te zijn. Ja. Hey jongen, wat heb jij met jouw haar gedaan? Hij wilde heel graag rode haren, want dat stond bij zijn broek. En we hadden laatst een keer die bus gekocht. En ik wilde hem even testen. Dus we wilden hem even testen, maar ik vind hem best wel leuk, jongen. Goed getest. Ja. Luxie gaat natuurlijk weer met de LOL camper spelen. Ja. Lekker ontbijtje, die blijf je mooi vinden. Nou, Woezel die ligt hier met zijn nieuwe koep. Hey jongen. Wij zitten even hier lekker te ontbijten. Ik heb een lekker yoghurtje met bevroren fruit erdoor. Lucilla een lekker broodje en Luan ook. Ze wilde papa even meekomt. Goedemorgen allemaal. En dat wil ik maar altijd graag natuurlijk. Wat is er? Wat krijg je niet gemaakt? Ze zie je helemaal echt gek op. Ik kan niet de hele dag al mee spelen. Zo gaan papa's prinsesjes mij mee helpen uitlaten. Zo, ga je mijn hondjes uitlaten? Ja. Zo lieve meisjes, kom. Laat fietsen. Ja, gaan we naar het fietsen. Goed zo. En daar gaat ze. Ja, en ik zie dat de papa weer. Gezellig. Komt daar Lucilla zo meteen van de bult? Ja. Ja. Oké, Lucilla. Klaar voor de start. Ja. Af. Wow, wat goed. Terug naar mama en de auto in. Op naar school. Goed, gewoon voor de uitlaten. Ja, we zijn weer thuis. Lucilla is met de fiets ook alweer binnen. Nou, papa brengt nu al zitten naar school en heb wat afspraakjes. Dus ik zie jullie straks weer. Dag, Luxie. Doei. Dag, papa meisje. Luxie die wou buiten spelen, maar het regent buiten. Dus ja, dat gaat hem echt eventjes niet worden. Dus, wat dacht ik? Ik zet even het glijbaantje, wat normaal gesproken in de achtertuin staat in de zomer. Die stond nu in de schuur opgeslagen. Die zet ik binnen neer. Kijk. Kan ze alsnog een beetje soort van... buiten spelen, maar dan wel binnen. En ze vindt de glijbaan hartstikke leuk. Ja. Hebben hem even in de kamer neergezet, Luxie. Dat past precies. Oh. Joe. Moesel en Pip, die kijken toe. Ja. Die kijken naar jou, hè. Ja. Op de billen. En... oei. Nog een keer? Ja. Oh, ze gaat nog een keer. Hoppatee. Nog een keer? Ja. Blijf maar gaan. Trapje op. Heel goed. Boedoedoedoedoedoedoedoed. Liefie. Nog een keer. Ja. En ze gaat maar door. Ja. En. Boed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 o
1. 1. Ze zegt 1. Dat betekent nog een keer. Goed zo. Boop,
skiën met een glijbaan. En we gaan straks vanmiddag even de kinderen ophalen van school. Dan gaat Lux denk ik even een slaapje doen. En als ik de kids opgehalen van school, dan gaan we even naar het winkelcentrum hier. Ik wil even naar de dierenwinkel, want we hebben wat spul voor Sammy's kooi weer nodig om weer schoon te maken. En, kijk, ik heb ze hier liggen. Lucilla had van haar verjaardag van die Intertoys cadeaukaarten gekregen. En ze mag straks wat uitzoeken bij de speelgoedwinkel voor deze kaarten. Er staat, even kijken, 10 euro, 20 euro is het totaal. Dus ze mag voor 20 euro straks een leuke cadeautje zelf uitzoeken. Maar eerst gaan we denk ik even een fruitje eten. Goed? Ah, lekker fruitje eten? Ja, lekker mandarijntje? Ja? En ik kleep hem weer eventjes half aan. Luxie gaat weer even een mooi kunstwerk maken. En mama gaat even een plankje met wat fruit maken. Dus je een banaan? Ja. Maak ik even een plankje met... Nee. Eén. De kiwi? Ja. Zo, dat is de banaan. Kijk eens, dat is een lekker stukje. Mam? Ja, kijk eens hoe deze maar in komt. Wow. Mooi. Hap, hap. Lux. Oh, die is lekker. Goed zo, goed gedaan. Ja, even mooi tekenen. Mooi, liefie. Dat is lekker, hè? Dat is een lekkere kiwi. Ze is gek op kiwi. Maar je moet hem wel voor haar in stukjes snijden. Ik krijg trouwens ook nog wel eens de vraag of Luxie al wat meer praat. Maar ze praat nog steeds niet veel meer dan de afgelopen tijd. Ze heeft wel wat woordjes die ze extra erbij zegt. Ik kan hem even niet zo opnoemen. Die, één. Eén zegt ze, dat betekent dat ze nog één wil. Eén. Maar ze doet heel veel met gebaren. En het is niet zo dat ze niet kan praten, heb ik het gevoel. Want ze kan het heel goed. Ook als ze bijvoorbeeld op een foto aanwijst van wie is Luan, wie is Lucilla, wie is Luxie. Wie is Woezel en Pip? Waar is Sammy? Dan kan ze die ook hartstikke goed aanwijzen. Dus ze verstaat ons heel goed. Als ik zeg, gooi wat in de prullenbak of wil je wat drinken? Dat kan ze allemaal heel goed verwoorden. Ze kan zelf ook verstaanbaar maken als ze iets wil zeggen. Als ze naar buiten wil, dan kan ze dat goed aanwijzen wat ze wil. Of als ze een vieze broek heeft of als ze moe is. Dat is eigenlijk, ze is gewoon super goed te verstaan zonder dat ze hoeft te praten. En dat is misschien een beetje haar gemak. Dat ze niet echt hoeft te praten. Het is er. Met woorden. Wil je er nog één? Kijk eens, dus dat ze er nog één wil. Daar heeft ze dus niks voor hoeven zeggen. Alleen maar zo. Ik weet niet wat het is. Ik ben benieuwd. Zijn er ouders die dit herkennen van hun kind? Luxie wordt bijna 2 jaar. En ze praat nog steeds niet met woorden. Maar ze praat wel heel goed met haar gebaren en alles. En wat ze trouwens ook heel veel doet, is in haarzelf heel veel praten. Dan gaat ze tegen je praten. En doet ze... Het is echt taal die je niet verstaat. Ja, ze kijkt me heel raar aan. En dan zeg ik ook tegen Luxie. Luxie, mama verstaat je niet. Maar dan kijkt ze me echt zo aan van, echt jawel, je verstaat me echt wel. Dus het heeft ook wel iets heel eigenwijs. Weet je nog geen? Maar ja, ik maak me er niet zo zorgen om. Ach, weet je, het komt vanzelf wel. Zoals zoveel bij iedereen vanzelf wel komt. Kinderen hebben toch hun eigen kompasje. En zo ook Luxie. Maar het is wel schattig en grappig om te zien dat dat nu gewoon... dat ze zich zo nu ontwikkelt. Kijk eens, banaantje. Ja. Zo, dan hebben we de vitamintjes weer binnen. Hè? Zo, Luxie, papa is weer thuis. Zullen wij de hondjes even aan laten staan? Ja, hè? Had mama Luan en Lucilla wel. Oké, let's go. Nou, in tegenstelling tot gisteren is het vandaag helemaal niet zo lekker weer. Integendeel, het is echt heel koud. Dus ik ga hem even met de auto de kids ophalen. Gisteren was het super lekker zonnig weer. Dus heb ik even snel de bakfiets gepakt. Maar we gaan zo ook even naar het winkelcentrum. Dus ik pak even snel de auto en dan haal ik de kids op en dan mogen ze als eerste even wat uitzoeken bij de speelgoedwinkel met de cadeaukaarten. Naar de dierenwinkel en ik wil toch nog even naar de supermarkt omdat ik voor vanavond nog niet echt eten voor huis heb. Dus nog even eten halen voor vanavond. Dus, let's go. Was het leuk op school? Mm-hmm. Weet je wat we nu gaan doen? Nee. Wat gaan we met Lucilla's kaartjes kopen? Oh ja. We gaan naar de Intertoys, want je mag met je cadeaukaartjes. Oh, je mag met je cadeaukaartjes een cadeautje kopen. Hey, voor je kaartjes. Ja, dan kan je met je kaartjes kan je dan een cadeautje betalen. Want er staat geld op. Gaan we ook naar het winkelcentrum, hè? Dat heb ik volgens mij echt al heel vaak gezegd. Maar goed, we gaan dus naar het winkelcentrum. Zitten jullie? Ja. Bijna. Wat zou je nog heel erg leuk vinden om te hebben in de speelgoedwinkel? Een klein popje. Een popje?
Een klein boekje. Een klein boekje? Een boekje. Een klein popje. Popje. Of misschien iets van knutselen? Een klein popje. Een klein popje. Okay. Kijk eens, Lucilla. Nee. Dat zijn de kaarten. Oeh. Daarvan mag je wat moois gaan kopen. Ja, dat ik het denk. Ja. Lucilla, die is alweer begonnen. Waar zou ze heen gaan? Oeh, ze gaat recht op de doel af. Waar gaat ze naartoe? Wordt het LOL? Wordt het een knuffel? Wordt het een Little Pony? Oh, Sil. Die? Deze? Ik heb nog één. Ja, dat kan. Dus inderdaad, precies een tientje. Deze kan je van één kaartje kopen. Eén kaartje? Ja. Oh. Oh, dat is best wel snel eigenlijk. 10 euro, dus dat is één kaartje. Die box die ik wou, die is zo uitverkocht. Oh, jongen. Ach. Deze wil je ook, maar deze 20 euro, dat kan wel, maar dan moet je die weg doen. Dan heb je alleen deze. Je wilt die houden, maar dan kan deze niet. Dan leg ik deze weer terug, goed? Ja. Oké, okay, nou, ze zoeken nog even verder. Ik wil die. Dat is op zich ook wel grappig. Die, nou die kan wel. Oh, nou, dan gaan we naar de kassa. Leg de kaartjes maar op de balie. Goed zo, schatje. Nou, Zil, geslaagd. Nu gaan we naar de HEMA even. Want Luan die had inkpatronen nodig voor zijn vulpen op school, ja, want die was op. Luan die schrijft op school met een vulpen. En de vulling van de vulpen die was op. En hij wilde heel graag een nieuwe vulling, want hij vond het wel heel erg lekker schrijven. Ik schrijf met een potlood. Maar wat doe je dan met die balpen, met die vulpen? Je zegt die vulpen is op. Ja, maar die vulpen heb ik voor mijn i2. Hoe kan dan een vulling op zijn als je niet met de vulpen schrijft? Jawel, daar schrijf ik mee. Oh, daar schrijf je wel mee. Daar maak ik tekeningen mee. Maak je er tekeningen mee? En ik schrijf daar iets op. Oké. Okay. Nee. Nou goed, in ieder geval heeft dit zijn laadje op school zijn vulpen en die is op. En daar moeten we even nieuwe vullingen voor hebben. Vandaar dat we nu even weer rondstruinen in de HEMA. We gaan altijd weer de deur uit met meer dan dat we nodig hadden. We hebben ook nog stiften gevonden. Nou, die kunnen we ook altijd wel weer gebruiken. Kijk, zie ik ook nog leuk, de kleertjes voor Luxie. Maar goed, daar lopen we misschien iets sneller doorheen. We zijn nog steeds op zoek naar de vullingen. Kom je, Sil? Heb je al vullingen gezien? Super schattig. Hier komen we langs babyborsteltjes. Nou, ik begin Luxie haartjes te krijgen, dus dat is misschien wel handig. En dit is ook anti-klitspray. Voor jou misschien wel handig, Sil. Kijk, ze neemt er gewoon weer mee dan dat er nodig is. Oh ja, mama, die is ook wel handig. Die mama, voor deze. Jou. De tandenstokers. Nee, die tandenstokers die heb ik nog. Ja? Hair gel. Hair gel. Misschien ook wel leuk voor Luxie. Zullen we ook bruisballen doen? Kunnen we bruisballen doen? Ja. Bruistabletten. Dan gaat het water van kleuren. Is ook misschien wel leuk. Oké, okay, nou stop ik echt. Stop ik echt. Nee, pleisters hebben we ook nog. Nee, we gaan door naar de vullingen. Nee, ja, maar die heb ik nog wel. Hier ergens hebben we wel pennen. Maar waar zijn de? Vullingen. Vullingen. Gewoon dus geen vullingen te vinden. Geen vullingen te vinden. Ook niet. Nee, ook niet. Oh, jongens, laat maar allemaal liggen. Nee, leg alles maar weer even terug. Ik ook wel. Nou ja, we hebben dus geen vullingen. Oh, man. Ja, oké. Okay, we keken er dus gewoon overheen. Kijk, hier hebben we de vullingen. Oeh, op de zee. Nou, jongens, op naar de kassa. Nou, we zijn even in de supermarkt. We even wat groentjes in slaan. Lekkere druifjes. Pak maar 2. Ja, heel goed. En een lekkere banaan erbij. En wat zullen we vanavond gaan eten? Macaroni. Nee, we hebben wel macaroni op. Spinazie? Spinazie? Nou, op zoek naar spinazie. Nou, oh hier. Hier hebben we nog stamppot. Aardappelen voor in de stamppot. Kijk eens. Doe die maar in je karretje. Zo, we nemen ook nog mini worteltjes mee. Ja, heel goed. Dan moeten we nog even op zoek naar de gehaktballen. Hier bij het vlees. Voor 2 avonden trouwens. Zullen we die andere avond kip doen? Oh, dat is wel lekker. Voordeelverpakking. Piri piri. Dat is voor morgen. Goed? Mama. Oh, en er staat 2 voor 5 euro. Nou, laat ik er dan maar meteen nog in doen. Kijk, en soepballetjes. Die nemen we ook weer even mee. Slagerse gehaktballen. Zullen we deze doen? Ja? Die zien er wel goed uit, hè? Nou. De gehaktballen die zijn ook binnen. Zo groot zijn ze. Nu moeten we nog honing. Dat vinden we altijd lekker voor in de thee. Voor in het lekker kopje thee. En nog een mager yoghurtje. Oh, voor ons ontbijt. De kinderen mogen een toetje uitzoeken. De dubbelvla. En een plakje kaas erbij. En nog een boterham. Ja, nee die. Ja, en kipfilet. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we naar de kassa.
hoppatee. Oh nee, de spinazie nog, het vriesvak. Kijk eens, en nog de honing. Nou, en nu gaan we echt naar de kassa. Ja, dat is een scankassa. Boodschappen zijn binnen. Dan gaan we eindelijk even naar de dierenwinkel. Naar de dierenwinkel, hè? Nou, op naar de dierenwinkel. Hier is de dierenwinkel. Nou, moet ik altijd weer eventjes de diertjes kijken. Hier hebben we een heel schattig konijntje. Hallo, konijn. Maar daar is iets aan het slapen. Ik weet niet wat het is. Kijk. Okay. Nu je het kan zien, maar die zijn daar super schattig aan het slapen. Zie je dat? Wat is het? Ik weet niet precies wat het is. Misschien zijn het ook wel ratjes. Nee, dit is ook misschien wel grappig. Dit heb ik nog nooit gezien. Het zijn van die dingetjes. Oké, gaan we die ook proberen. Dit. Wat is dit dan? Oh nee, dat doen we niet meer. Nee, dat is etenspakjes, maar dat heeft hij wel. Ze hebben hier dus niet dezelfde frummeltjes zoals Luan ze noemt. Maar ze hebben hier dit spul. Dat gaan we maar een keertje proberen. Dat is ook zoiets. Het ziet er net iets anders uit. En je had ook nog wat zand nodig, hè? Waar ze maar ik ga het rollenbollen. Ga jij het vasthouden? Is dat zo? Nee, dat valt wel mee. Dat is papier, hè? Dit zijn de pakketjes. Nee, dat dacht je. Het leek op een echt konijn, ja. Maar dat is niet een echt konijn. Dit is het konijnenkooitje wat je kan kopen. Nou, het zand, dat hadden ze niet meer. Dat moeten we nog een keertje voor terug. Maar goed, we hebben nu alles binnen en nu op naar de auto. En vanavond eten we dus spinazie. Oké, ik ben er bijna. Zo, we zitten weer in de auto. Iedereen in de gordel? Ja. Oké, nou, op naar... huis. Zo, wij zijn weer lekker thuis. We zitten lekker op de bank. Even met een lekker chippy. En Luxie die komt hier een taartje brengen. Dankjewel Luxie, van een lekker taartje. Lekker. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Schatje. En Lucilla die zit hier lekker op de bank met haar mooie, wat is het? Little Pony is het, hè? Little Pony. Little Pony. Ik maak de scheiding goed. Oh, maak je even de scheiding goed. Hoe gaat de Little Pony heten? Sissy. Hoe? Sissy. Sissy? Heet jouw unicorn Sissy? Ja. Sissy. Nou, dat vind ik een mooie naam voor jouw unicorn is Little Pony. Is een koningin. Ja, inderdaad. Ze heeft een kroontje op. Dit is de, ik moest hier wel een klein beetje voor mij betalen trouwens. Maar goed, dan heeft ze ook wat. Kijk, we hebben deze roze. Het is wel heel leuk, schatje. Heel leuke roze walkie-talkie. Moet mama wel even batterijen verzoeken. Even kijken wat erin moet. Ja, hallo Lucilla. Over, over. Ja. Ik ga even kijken of ik een batterijtje heb. Goed, dan gaan we die even in. Oké, ik hoor je. We zijn hier in het batterijenlaadje. Ik heb nog wat batterijtjes gevonden. Er moeten 4 van deze kleine in. Hoop ik dat ik 4 precies genoeg heb. Oh jawel, pas wel. Hallo Lucilla. Hallo. Moet je dit knopje indrukken? Deze knop? Ja, moet je indrukken. Dan gaat het. Met je duim. Hallo. Jullie zitten dicht bij elkaar. Iets verder uit elkaar. Anders gaat hij zo piepen. Je kunt met een walkie-talkie kan je nooit tegelijk praten. Nee. Dus als de ene praat, moet de ander stil zijn. En weet je hoe ze dat dan doen? Nou. Je gaat dan praten en dan zeg je hallo hallo, over. En als je zegt over, dan moet je knopje loslaten en dan mag de ander praten. Dus eigenlijk is de regel, als je zegt over, oh, er zit ook een lampje in. Weet dan. Ik zeg maar een lampje. Nee. Als je zegt over, laat je het knopje los en dan kan de ander praten. Goed? Ja, hoe gaat hij aan? Oh, dat is de bel. Luxie wil ook. Ja. Hé, hey, als jij even naar jouw kamer gaat, dan kunnen we echt praten. Neem ja. Je mee. Nou, Luan gaat even naar zijn kamer, anders dan kan je ons nog horen. Kijk, als je wil... Oh, dat is Luan die belt. Hallo. Hi. Over. Over. Nee, dat hoort je. Hoor je mij? Over. Als je klaar bent met praten, moet je zeggen over. 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 Het gaat dan niet helemaal goed. Hallo, hier is Lucilla. Over en los. Over. Hallo. Jullie gaan nog even boodschappen voor me doen. Melk, boter, brood en graag even eieren. Oké, over. Doei. Over. Praat maar, knopje ingedrukt houden. Oké, ik ga je dat voor je doen. Over, zeg je dan. Over. Ja. Je leert het echt wel heel erg goed, Lucilla. Nou, we gaan het nog even een paar keer achter elkaar doen. Dat je dan ook nog over bij je zegt. En dat je alles al weet. Over. Ja. Oké. Over. Goed zo. Nou, dan gaan we dat doen. Ik zeg, wil je nog alsjeblieft...
Inmiddels is het al wat later. Zitten de kinderen even lekker een filmpje te kijken. En ben ik lekker de spinazie aan het maken die we vanavond gaan eten. De aardappeltjes die zijn nog aan het koken. We beslaan. De spinazie. Oh, echt, jullie zijn niet meer te zien. De spinazie die zit in de pan. En ja, de lekkere gehaktballetjes met de jus zijn bijna klaar. Aan tafel. Een bordje voor Luan. Een bordje voor Lucilla. Alsjeblieft. En een bordje voor Luxie. Lekker? Nee, serieus. Is echt lekker. Is lekker. Ja. Vond je er weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren en klik op het belletje. En dan zie je nog een hapje. Dan zie je morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.